Op het RSG Lingo College, afdeling Heiligestraat, is donderdag 2 oktober het nieuwe leslokaal voor het technasium onderwijs geopend. Op RSG Lingo College in Tiel krijgen alle HAVO en VWO-leerlingen de gelegenheid zich in klas 1 te oriënteren op het technasium. Vanaf klas 2 HAVO en Atheneum kunnen leerlingen vervolgens kiezen voor deze praktijkonderwijsrichting. Met de ingebruikname van dit nieuwe lokaal kan er les worden gegeven op een beter niveau. Er staat een 3D-printer. Dat is wel het mooie symbool natuurlijk van de vooruitgang van de techniek. En die heeft ook iets geproduceerd, namelijk een sleutel. Nou, staan we al binnen, dus ik neem aan dat dit de sleutel wordt om straks weer naar buiten te kunnen. Maar het is het symbool voor de samenwerking van alle partijen die hiermee bezig zijn geweest om dit mogelijk te maken. Dat is natuurlijk allereerst alle medewerkers van het RSG Lingen College die zich uit de naad hebben gewerkt om het te kunnen realiseren. De gemeente Tiel met het laatste zetje in de rug als het ware met een financiële bijdrage. Vanuit de provincie ook geld. En natuurlijk heel belangrijk ook het bedrijfsleven wat volop heeft meegedaan. De Vereniging Sliepen werd al genoemd, maar ook Metaglas, Chemira, Waterschap Rivierenland, Bakkerij van Ooyen. Nou, dus er zijn er nog veel meer die ontzettend hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. En volgens mij is het ook ontzettend belangrijk om dat vast te houden, om elkaar te blijven opzoeken, ook als dit lokaal volop in gebruik is, om die linken te blijven leggen, niet alleen bij de bouw, maar juist ook de realisatie daarvan en de doorstroming van leerlingen, van onderwijs naar straks de arbeidsmarkt. Als symbool zou ik deze sleutel graag willen overhandigen aan Harriet Nabuurs. Die heeft ontzettend veel tijd in gestoken. En veel succes. Het is niet zomaar een werkplaats, het is verbonden aan het technasium. En die kwalificatie krijg je niet zomaar. Wat moet je daarvoor hebben als schoolzender? Je moet daar gekwalificeerde docenten voor hebben. Een hele behoorlijke dikke lessentabel. Kinderen hebben 5 lesuren in de week O&O, onderzoek ontwerpuren. En je moet een werkplaats realiseren. Nou, al met al kost dat veel tijd, geduld en geld. Nou, dat geld, dat is uiteindelijk bij elkaar geschraapt. Een fix aantal partijen die daar hebben bijgedragen. Jazeker, wij zijn ontzettend blij geweest met de subsidies die verstrekt zijn door de provincie. En dat de gemeente ook nog 2 maal toe ook nog subsidie heeft gegeven naast het eigen geld wat de school erin gestopt heeft. Ja, anders was het niet mogelijk geweest. Het is natuurlijk ook heel goed voor de uitstraling van de school zelf, hè? Absoluut, want het gebouw is best oud. Dit is echt gloedje nieuw en het is een nieuwe onderwijsvorm. En dat is toch de onderwijs van de toekomst. Wethouder Verspuij van de gemeente Tiel, weer een mijlpaal voor deze school. Zeker, een fantastisch opgeknapte kelder. Nou ja, dat is eigenlijk een belediging om het zo te zeggen. Het is een prachtig technasium geworden. De kelder herken je gewoon niet meer terug. Het is een en al licht en het is een fantastisch visitekaartje geworden voor de Heiligestraat, voor het RSG Lingen College. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor leerlingen, maar er is nog wel wat geld bij gemoeid geweest, hè, om dit allemaal te realiseren. Zeker, de school draait geen winst, hè, dus daar kan het niet uit gefinancierd worden. Dus de gemeente en ook de provincie hebben nog in de buidel getast om het mogelijk te maken. Dat is natuurlijk fantastisch als je op die manier leren en werken ook met elkaar kunt verbinden. En op die manier is er hier een technasium tot stand gekomen. Mooie ontwikkeling is ook dat bedrijven mee hebben gedaan bij de financiering van dit project. Zij nemen dus ook hun verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Zeker, en het is nu ook zaak om dat vast te houden. Niet dat ze betrokken zijn geweest bij de bouw, maar dat er ook doorstroming plaatsvindt vanuit het onderwijs, vanuit stagemogelijkheden naar bedrijven die bijvoorbeeld ook hier nu actief zijn geweest om dit mogelijk te maken. De gemeente Tiel heeft grote plannen als het gaat om onderwijs in Tiel. Dit is een opstapje? Nou ja, er zijn voor de versterking van het voortgezet onderwijs in Tiel zijn er nog veel grotere plannen. Die worden op dit moment uitgewerkt. We hopen in het voorjaar van 2015 daarmee definitief naar buiten toe te kunnen komen. Zo van, wat willen we nou precies en hoe gaan we dat betalen? Dat zal ook nog uiteraard naar de gemeenteraad moeten. Maar dat zal echt nog een veel grotere push zijn om het voortgezet onderwijs in Tiel nog steviger op de kaart te zetten. Maar goed, dit is een mooi begin. Dit is een fantastisch begin. Aanwinst voor Tiel.